metro gered. Het is weer een interessante ervaring. 2 koffers per stuk helpt niet mee. We zijn nu op het Centraal Station en moeten nog even een uurtje wachten. De link is even kijken waar we straks de trein moeten pakken. Ik zit hier met alle shit. Koffers. Nog een verstopte koffer achter een tafel. Maar we zitten hier wel chill, dit is een soort van eethoekje. Het is wel relaxed eigenlijk. Dit is onze trein. En Dorieke zit binnen. Ik kan het bijna niet zien, maar ik zit op de telefoon. Hij gaat over... Het is net 9 minuten weg of zo. Het is echt een super chill trein, want je hebt heel veel ruimte. Dus dat zullen we zo meteen nog wel even filmen, denk ik. En hij heeft echt een hele grote ruimte voor om echt huge koffers neer te zetten. Zoals die wij ook hebben. Dus hij is wel echt gemaakt, ook op lange afstand. Er gaan best wel weinig treinen eigenlijk. Zeg maar in vergelijking met Nederland. Ga weg. Hier is het. Doei. Ja, då vet du detsamma. Så välkomna till SJ och SJs tåg 572. Som ska ta oss med till Umeå. Kijk, en we hebben heel veel beenruimte. Doe je benen recht. En een heel groot tafeltje. It's huge. En hier aan de zijkant nog heel veel ruimte waar we nu even een brood neer hebben gezet voor het eten. Hartstikke veel ruimte. Onze kleine koffertjes liggen daarboven. Onze grote koffertjes liggen aan het begin van de coupé. Daar is een hele grote rekken voor koffers. Precies omdat het voor ligt. En er reed net politie of brandweer of zo langs. En hij heeft ook omgeroepen dat er politie onderweg is. Ja. Dus dat. Wachten. En we zijn nu, nou wat zou het zijn, een kwartiertje zo stil. Wie is dat heen? Maar ik niet. Maar een tijdje. Ondertussen eten we koekjes. We hebben wel weer mooi uitzicht, zoals altijd. Ja, dat is zo leuk. Nee, weer. En we gaan overigens in Umeå Oost uitstappen. En niet in Umeå. Ik wist niet dat hij daar zou stoppen, maar dat is veel dichter bij de universiteit. Dus dat scheelt een hoop gesjouw. En aangezien het met koffersjouw niet zo'n succes was...
zit op het moment in een verlaten stationshal. Er is niemand. En ik moet passen op alle spullen, terwijl Emily gaat proberen de sleutel van haar kamer te halen voor 8 uur. Het wordt een beetje krap, want we hadden meer dan een uur vertraging. Maar we zullen zien of het lukt. We zijn tenminste in de goede stad. Desnoods slapen we hier ergens op een bankje en zoeken we het morgen wel weer uit. Maar het gaat wel lukken. Dus nu is het voor mij wachten totdat ze terugkomt en dan nog... Als het goed is 800 meter lopen en dan zijn we bij de kamer. Kijk eens wie daar is. Ik had je mee moeten nemen. Ik mocht gewoon een gratis taxi van de Unie naar mijn huis. Oh. En nu moeten we dus lopen. Ja, maar het is 800 meter daarheen en 800 meter naar mijn huis. Dus het zou niet heel vaak moeten maken. Nee. Heb je een sleutel? Een sleutel! Twee sleutels en een tag. En een tag. Yes. Heb je ook, je hebt geen welkomstpakket. Ik heb dat. Je hebt een welkomstpakket. Ja, een contract en een blaadje. Ja, maar je hebt geen... Nee, want kussen en dekbed liggen er al. Alleen geen bedlinnen. Dus daar kunnen we wel een nachtje zonder en dan gaan we morgen bedlinnen kopen. Het enige is, we hebben ook geen wifi, maar dan heb je dus wel een LAN-kabel voor nodig. En dat wist ik wel, ik had het ergens gelezen, maar ik heb er niet meer over nagedacht toen we gingen pakken. Fun fact, 16 van de ongeveer 1000 international students komen uit Nederland. Hoeveel? 16. Het is altijd een jongen, kijk, oké. We moesten met soort van 8 mensen in een ruimte gaan zitten. En dan kregen we een PowerPoint presentatie over, ja, een heel verhaal over alles wat je moet doen. Ik ben de helft alweer vergeten, maar dat kom ik nog wel weer op, ik weet het niet meer. Maar goed, heel verhaal over alles, weet ik veel. En er zat dus een jongen tegenover me en hij was zo Nederlands. Hij was echt... Maar iedereen ging zich maar voorstellen. Alleen, wij waren nog niet geweest. En toen kwam die vrouw al binnen en ging ze beginnen. Dus ik weet niet of hij uit Nederland kwam. Maar hij praatte Nederlands. Hij zag er Nederlands uit. Hij was echt... Hij was gewoon Nederlands. Dat kan gewoon niet anders. Maar ik weet het niet zeker. Dus het is niet bevestigd. Maar ik weet zeker dat hij Nederlands was. Het was echt zo'n... ik weet niet. Gewoon grapjes die Nederlanders grappig vinden. En gewoon een... Onwijs Nederlands accent, weet je wel. Mm. En ook zo, wat was één jongen uit Bangladesh, was helemaal moeilijk aan het doen. En, maar heel, wel heel netjes hoor, maar oh, dit en dat. En hij was echt zo, oh, ja, weet je, gewoon zo, het zal wel, kom goed, prima. Dus dat. Maar wat zeg je ervan? Ja, laat het gaan. Er ligt al poststopemmetje te wachten. Ja, dit is allemaal crap van een of andere Dennis. Of Alvarez. Nog wat. Jezus. Nou, hartstikke leuk. Dat doe ik morgen wel. Wat? Ik moet al mijn koffers met boven nemen. Ik ga ook die stapel vast me nemen. Weg met de lift. Hallo. Ja, welkom. Thank you. Knippen we eruit. Ja. Hoe weten we nou welke deur het is? Ja, ik weet het. Maar wat is de 1, 2, 3? Oh nee, 3 naar 4. 3. Wacht. Ja, nee, 3 naar 4. Toch, daar gaan we voor. En anders wordt een van mijn huisgenoten nu al heel boos. Spannend. Zeg maar sleutel. Zie dit! Lounge stoel, bureau en nog iets wat voor Emily's proporties mag. Bed.
logisch, maar helaas. We lopen nu naar de International Housing Office. We hebben vannacht geslapen zonder kussen en dekens. Niet echt aan te raden. Nee, dus nu gaan we kussen en dekens halen.